Volgens mij kom jij uit een feestvreugde uit de kleedkamer. Ja, zeker. Nee, het was een goede wedstrijd van ons, zeker de eerste helft. Ik denk we kunnen nog meer doelpunten maken, maar vandaag maakten we in ieder geval de doelpunten en dat was heel belangrijk. Was het een perfecte eerste helft of proef ik toch iets? Je zegt al, we hadden misschien meer doelpunten moeten maken. Als het perfect is, dan moeten we denk ik nog 2 doelpunten maken. Dan is het perfect, maar ja, 4-0, dat is wel heel goed. Ja, had je het ook het idee in het veld meteen al dat jullie zoveel beter waren? Voel je dat als speler? Ik voel de hele week. We hebben goed getraind. We hebben een goede sfeer in de groep. Iedereen heeft veel zelfvertrouwen. We weten wat we kan. Dus ik had een goed gevoel vanaf het begin. Ja, wat vond je persoonlijk de mooiste in de eerste helft? Je was zelf betrokken bij de 4-0. Knappe actie en assist op Nicolai. Was dat voor jou je mooiste omdat je er zelf bij betrokken was? Of? Het was wel een mooi doelpunt, maar ik denk die van Marco was wel de mooiste vandaag. Het was wel een mooie vrije trap. Zat er lekker in. Ja. Had je misschien wel een penalty gekregen bij die 4-0 als hij niet bij Nicolai aan was gekomen? Ik weet niet, hij raakte me een beetje aan, maar ik weet niet. Ja. Ik vind het altijd bijzonder, Emiel, als ik jou zie voetballen. Jij kan volgens mij echt gewoon op pure snelheid ook je tegenstander voorbij. Heb je dat gevoel zelf ook altijd? Ja, ik vind dat ik mijn snelheid nog meer moet gebruiken. Maar ik weet dat ik ben heel snel bij de eerste meters en dat is een goede wapen voor mij. Ja, merk je het ook aan jezelf nu dat je een hele voorbereiding mee hebt gedraaid, dat je misschien met meer vertrouwen speelt op dit moment? Ja zeker, ook met de nieuwe trainers, de manier van voetballen, ik denk dat past mij heel goed. Ik kom vaak in mijn kracht en dat voelt goed. Ja, want wat is dat in jouw kracht komen? Hoe wordt dat benut in dit nieuwe systeem? Dat ik veel de bal krijg, veel 1 tegen 1 komt, veel in combinatie komen met andere spelers. Dat ik veel de bal krijg, dat is voor mij de belangrijkste. Ik wil graag de bal in mijn voet hebben en dat heb ik veel gekregen vandaag. Op papier ben je linksbuiten geloof ik, maar ik heb je vandaag werkelijk overal gezien. Is dat ook iets nieuws, dat je echt mag gaan zwerven? Nee, maar ik denk sowieso vanuit die positie moet jij in de ruimte komen waar je de bal kan krijgen. En vandaag was ze soms aan de buitenkant, soms aan de binnenkant. En ook met Ruben die heel aanvallend is, is het fijn als ik een beetje naar binnen. Dan kan hij ook soms in zijn kracht komen. En wij wisselen dat goed samen. Ja, de eerste 3 punten. Op naar de volgende 37, zullen we zeggen. Sowieso, op naar meer. Gefeliciteerd, dankjewel. Dankjewel.